De echte liefhebbers loochenen telkens opnieuw de geruchten dat popfestivals een beetje uit de tijd beginnen te raken. Met 60.000 bewezen ze in het Duitse Germersheim weer eens het tegendeel. 3 dagen en nachten vormden ze 1 massale commune. De 40 optredende pop- en beatbands werd op vreedzame wijze concurrentie aangedaan door een groep Hare Krishna-discipelen. Degenen die erbij zijn geweest vonden het een mooie happening en zij kunnen erover oordelen.